Het Smart City Brake Support systeem is ontworpen om de schade in geval van een aanrijding te beperken door de remmen krachtig te activeren. Bovendien assisteert het systeem u bij het gebruik van de remmen wanneer u met een snelheid van tussen de 4 en 30 km per uur rijdt. Het Smart City Brake Support systeem gebruikt een lasersensor die vlakbij de binnenspiegel is geplaatst en die andere voertuigen kan detecteren. Wanneer het Smart City Brake Support systeem actief is, knippert dit waarschuwingslampje. Dit lampje brandt als het systeem is uitgeschakeld. Schakel het systeem op een van de volgende manieren uit. Als de auto is uitgerust met de uitschakelaar voor het Smart City Brake Support systeem, druk deze dan uit. Druk de schakelaar opnieuw in om het systeem weer aan te zetten. Tik anders op het pictogram Instellingen op het middendisplay. Selecteer de tab Veiligheid en schakel het Smart City Brake Support systeem uit. Let erop dat het Smart City Brake Support systeem is ontworpen om u te helpen, maar het kan niet onder alle omstandigheden een aanrijding voorkomen. Het systeem zal mogelijk geen tweewielers of voetgangers detecteren. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.